Dan gaan we door naar Michael Bentvelzen, ook al heel lang actief op dit domein. En volgens mij heel blij dat er zo'n doorbraak komt en dat hier vandaag zoveel mensen zijn uit de Unie. Je gaat ons meenemen op het onderwerp bronaanpak of end of pipe. Neem ons mee. Ja, inderdaad. Wat is het nou, Michael? Vertel het ons eens. In het programma zag ik staan dat ik ga vertellen over de visie van de Unie. Dus dat is denk ik een betere beschrijving van wat ik ga vertellen. Ik wilde ook iets vertellen over wat er in Europa gebeurt. Ik ga niet Gerard zijn verhaal doen, dat is een ander verhaal, maar wel iets over hoe wij als waterschap in Europa ook positie kiezen. En iets over een mogelijkheid voor een vervolgaanpak, hoe we daarmee verder gaan. En dat verhaal van bronaanpak of end of pipe, dat kreeg ik eigenlijk mee vanuit de organisatie ergens half december van, joh, is dat misschien iets als titel? En ik had toen eigenlijk, ik wist toen nog niet precies wat ik ging vertellen, dus ik dacht, nou, laat maar. Maar om meteen maar in te koppen van, het is natuurlijk en. Hè, het is bronaanpak en end of pipe, je hoeft niet te kiezen en dat gaan we ook niet doen. Dus wat dat betreft, over die titel zijn we snel klaar. We gaan gelopig gewoon door met beide. Nou, wat ik eigenlijk even een uitstapje wil maken is naar mijn keukenkastje. Want daar heb ik even gekeken, wat zit daarin? En ik wil ook eventjes dat lichtje proberen, dat vind ik wel heel mooi. Dit is spuitbus om je schoenen te impregneren, overreiniger, mierengif en autoshampoo. En aardig is trouwens van deze, hebben we 5 potten in de kast staan, want ik woon samen met iemand die koopt regelmatig nieuwe schoenen. En elke keer als ze schoenen koopt, dan dan zegt de winkelier erbij van ja, en voor deze schoenen moet je goed onderhouden, dus we hebben een mooie spuitbus en daar kun je ze mee impregneren. En dan zegt mijn vrouw van ja, maar ik heb er al één. Ja, maar speciaal voor deze schoenen is deze spuitbus beter. En dan komt ze thuis en is het gewoon precies dezelfde als die we al hadden. En dat wil ik toch, dat zeg ik, dat is niet zomaar dat ik dat zeg, want dit spul komt dus niet vanzelf in mijn keukenkastje. Je koopt het en op het moment dat je het gekocht hebt en er staat daar, dan is het eigenlijk chemisch afval. En dan is het, je ziet het aan de etiketten, is het gewoon schadelijk. Een ander voorbeeldje is dit, hè, het zwerfafval. En dit vind ik zelf ook wel een hele mooie. Dit is een put voor de Albert Heijn ergens in Nijmegen. En die put moet ongeveer elke maand gereinigd worden. Dit zijn allemaal van die doekjes, babydoekjes. Dit is een nieuwbouwwijk, er wonen heel veel mensen met babytjes. En elke maand moet die aannemer moet die pomp reinigen. En daarmee ook die kop hierboven, van waarom moeten wij het nou altijd opruimen? Dat is wel iets wat, denk ik, ook zeker bij bestuurders, maar bij waterschap in het algemeen ook wel leeft. Van verdorie, die troep die komt op een gegeven moment in het riool en dan moeten wij dat elke keer maar weer opruimen. Nou, dat wil ik even meegeven. Gewoon even als emotie, zeg maar. Want wat ik al zei net, van het is niet een, ik kijk even naar Mark, het is niet een betoog van ja, we gaan lekker niks doen, zij moeten het allemaal doen. Nee, maar het is wel een oprechte oproep van er zijn echt wel dingen mogelijk. Want binnenkort in de Tweede Kamer een debat over statiegeld. Ik hoop echt dat het doorgaat. En met die doekjes zijn we ook bezig met de industrie om er een oplossing voor te verzinnen. Nou, waar staan we dan als Unie op het dossier medicijnresten? We hebben na lang discussiëren en veel spreken is er in december in het bestuur, in de ledenvergadering en in met name de commissie Waterketen en Emissies en de ledenvergadering is er over gesproken. Op basis ook van de hotspotanalyse onder andere. En eigenlijk is daar afgesproken van nou, bronaanpak dat biedt toch echt perspectief. We willen dat niet loslaten. Ook al hebben we gezien in verschillende verhalen van Bert bijvoorbeeld van nou, ziekenhuizen zijn maar een klein deel van het probleem. Maar toch denken wij dat als je in gesprek gaat met apothekers, met mensen uit de zorg, dat er wel degelijk kansen liggen om het medicijngebruik in Nederland wat omlaag te brengen. Om te zorgen dat het toch wat minder in het riool komt. Om het andersom te zeggen, ik sprak vorige week iemand van Berliner Wassenwerken. Die zeiden van ja, we hadden een techniek gekozen om
50% reductie in ons effluent te bereiken. En in een paar jaar tijd zijn voor verschillende medicijnen zijn de concentraties in het influent ook met 50% gestegen. Of met 100% gestegen. Dus daarmee was voor die stoffen was eigenlijk het rendement nog steeds nul. Dus wij blijven gewoon echt ook als Unie stimuleren van kijk naar die bronaanpak, kijk wat daar mogelijk is. Weten het dat we niet alleen maar naar anderen willen wijzen. Overigens. Nou, daar gaat Mark denk ik nog over praten, de 30 miljoen voor pilots en onderzoek op RWZI's en voor full-scale installaties hopelijk. Daar gaan wij ook mee aan de slag. Daar kom ik later nog even op wat we daarmee gaan doen. Afstemming met andere waterkwaliteitsdoelen. Dat is ook wel iets wat er binnen de waterschappen, binnen de Unie erg leeft. Van medicijnresten is een categorie. Nou, Bert had net in de deelsessie hier ook al uitgebreid geschetst dat er nog heel veel andere dingen in ons water zitten. Dat je er ook naar moet kijken. Het verhaal van Arjen Verhoef, die ook aangaf van bij die testen scoren toch de gewasbeschermingsmiddelen toch echt in een aantal wateren, eigenlijk alle wateren, hoger dan medicijnresten. Dus blijf wel integraal kijken. Dat is ook iets wat de waterschappen zelf moeten oppakken. Waterschappen moeten zelf hun prioriteiten blijven stellen. Dat laatste, dat is, dat hangt daar een beetje mee samen. Een beetje een ingewikkeld verhaal misschien, maar bestuurlijk zeggen de waterschappen van wij willen wat met medicijnresten. Maar we vinden het ook belangrijk dat er met name de landbouwemissies dat ook wat gebeurt. Want als je puur naar de KRW kijkt, dan zien we dat daar eigenlijk nog een hele grote opgave ligt. Nou, daar wil ik verder niet te lang over hebben, maar, want we gaan wel gewoon door. Ik blijf het herhalen. We pakken door. Dan even wat er in Europa gebeurt. De Europese Commissie die komt dit voorjaar met een strategie, de medicijnresten. Vorige week was ik op een stakeholderbijeenkomst met een aantal partijen en daar werd dat nadrukkelijk gezegd, we gaan ergens mee komen, maar verwacht er niet te veel van. Volgend jaar zijn weer verkiezingen, we kunnen nu geen dwingende maatregelen voorschrijven, dat willen we ook niet. En waarschijnlijk zit de EU eigenlijk op hetzelfde plan als in Nederland en ze hebben goed gekeken naar wat er in Nederland gebeurt volgens mij. En ze zeggen, nou ja, we komen ook waarschijnlijk met een mix van bronaanpak en stimulering van toch dat er wat op de RWZI's ook gebeurt. En dat is denk ik ook een compliment voor de manier waarop we in Nederland het opgepakt hebben en het ministerie dat ook getrokken heeft. Wil ik eigenlijk twee voorbeeldjes schetsen. Dit is de Zwitserse aanpak. Deze sheet heb ik van Fred Klein-Wolthuis gepikt. Hier ga ik niet te veel over vertellen, want daar gaat Gerard op in. Maar in Zwitserland wordt in ieder geval intensief geïnvesteerd in de RWZI's. En daar hebben ze resultaten mee. Nou, dat gaat Gerard volgens mij wat meer over vertellen. Waar ik ook even iets over wil vertellen is de Zweedse aanpak. Want dat gaat dan weer wat meer op die bronaanpak in. In Zweden, daar zitten ze behoorlijk op van, de maatschappij die maakt al die stoffen. En dat betekent dat wij niet als waterbeheerders het allemaal moeten oplossen. Eigenlijk waar ik mee begon ook net. Dus die hebben voor best wel veel stoffen hebben ze echt een integrale aanpak voor wat zij dan noemen extended producer responsibility geformuleerd. Dat vind ik een interessante. Er is er ook eentje voor medicijnen. En ik wil één sheet laten zien om toch een beetje te prikkelen. Toch een beetje op de tenen te gaan staan van misschien sommige mensen. Medicijnen worden voorgeschreven door de dokter. Dan ga je ze slikken, dan moet je ze ook slikken, want daar word je beter van. Er zijn ook veel medicijnen die worden over de toonbank verkocht in supermarkten en dergelijke. Nou, je ziet het merk hier op het plaatje. Wat de Zweedse collega mij vertelde, bij de marathon van Stockholm wordt 's avonds op televisie een spotje gemaakt van heb je hard gelopen? Gebruik dan diclofenac, want dat is goed tegen spierpijn. Nou, daarvan zeggen de Zweedse collega's, en dat zeg ik zelf ook wel, van ja, moet je dat nou wel willen? Weten dat de diclofenac best een rotstofje is in het oppervlaktewater. Dus daarmee willen we zeggen, er kan echt wel wat op dat vlak. Verder is het zo, de circulaire economie is een prioriteit voor dit kabinet. Wij hopen en wij denken dat voor heel veel stoffen
misschien voor medicijnresten wat minder, maar voor heel veel microverontreinigingen, dat wellicht de circulaire economie ook wel een impuls kan zijn. Dan denk ik met name aan die stoffen die bij mij in mijn keukenkastje staan. Omdat daar ook maatschappelijk gezien steeds meer draagvlak voor komt om te voorkomen dat die stoffen gewoon in de handel en in de keukenkastjes terechtkomen. Ja, hoe willen we verder? En dan heb ik deze even. Want ik sta hier namens de Unie, maar ik zou zeggen, kijk niet naar wat gaat de Unie voor mij doen, maar wat kunnen wij doen? En dat is, zoals ik het meegemaakt heb vandaag, ook redelijk in de sfeer van dit symposium. Waarbij we zien dat heel veel waterschappen, maar ook andere partijen, eigenlijk al bezig zijn en gewoon aan de slag gaan. En dat doet mij deugd. Want wat kan er allemaal gebeuren? Volgens mij zijn dit open deurtjes. Contacten met ziekenhuizen, apothekers, huisartsen. Ik weet dat van een aantal waterschappen, die zijn hier behoorlijk actief in. Die gaan de boer op. Andere waterschappen doen wat minder. Volgens mij doet iedereen wel wat. De watersysteemanalyses. De analyse van ja, wat zijn nou de effecten op het watersysteem en waar moeten we onze prioriteiten leggen. Daar gaan we ook mee aan de slag. De effect-based monitoring wordt ontwikkeld. Demonstratieproject op RWSD's, die gaan er ook komen. Dus er gaat heel wat gebeuren. En wat wij eigenlijk willen voorstellen, tenminste wij, dat zijn met een aantal mensen. Henry praat mee, de STOA zit aan tafel. En wat wij eigenlijk willen is, we hebben voor de hotspot-analyse hebben we een taskforce gehad die... Ja, waarvan het accent toch vooral lag op de RWSD's. Dus die is vanuit de Vereniging van Zuiveringsbeheerders en de technologen is die vooral gevuld. Die gekeken heeft van ja, die heeft gestuurd op die hotspot-analyse. Wat ik denk dat mooi zou zijn, is dat wij doorgaan met een taskforce. Hoe die moet heten, dat weten we niet precies. Maar dat het een multidisciplinaire club wordt vanuit de waterschappen. Maar ik denk dat we ook best het Rijk aan tafel willen hebben. Die gaat kijken naar van nou ja, hoe gaan we om met medicijnresten en misschien wel met prioritaire stof in de brede zin. Misschien kunnen we microplastics wel meenemen en kunnen we een aantal andere stoffen meenemen. Het moet ook niet te breed worden, we moeten wel blijven focussen. Ik denk dan dat in zo'n club kunnen zijn omgevingsmanagers, mensen die inderdaad aan die bronaanpak vooral meewerken. Uiteraard ook de technologen en de zuiveraars. Maar ook de monitoringsmensen, de ecologen en de mensen die zich bij de waterschap bezig gaan met communicatie. Wellicht is dit een mooie club om sturing te houden. In goed overleg met het Rijk die de hele keten aanstuurt. Maar in ieder geval die dingen die wij als waterschappen willen doen en kunnen doen. Dat we die in zo'n werkgroep kunnen coördineren. En ik zeg niet per se aansturen. Ik denk dat het goed is dat elk waterschap... Door blijft gaan met wat hij wil doen en kan doen. Maar dat we wel ja, de verbandjes leggen en zorgen dat daar één verhaal uitkomt. En nogmaals, samen graag met de STOA en andere partijen. En daar gaan we de komende weken mee aan de slag om daar een structuur voor te organiseren. En dan gaan we volgens mij door. En dat was hem dan ook.